superleuk dat je meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie de velproducten zien van november en december. Dit is het mandje. Ik heb het al eerder gezegd, de mandjes worden echt te klein. Want ik heb de laatste tijd meer producten die ik niet fijn vind dan die ik fijn vind. Er liggen zelfs nog producten naast. Ik zou eigenlijk een ander mandje moeten kopen. Maar ja, lockdown, we kunnen niet naar de winkel. Dus ik moet het hier nog eventjes mee doen. Ja, ik vind het altijd wel jammer, want zoals je zag, het zijn best wel veel producten. Maar ik vind het ook altijd wel belangrijk om hier even bij stil te staan. Dus mocht jij benieuwd zijn naar de producten die ik zelf niet fijn vind, die ik niet zou aanraden en waarom ik ze niet zou aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Laat ik beginnen met de drie producten die hier naast het mandje liggen en dat zijn deze drie producten van Nivea. Nivea die heeft sinds kort een hele lijn met producten die heel erg geschikt zijn voor als je met warmtebronnen je haar wilt gaan doen. Ik testte eerder al de producten voor stijlhaar, die je dus met een stijltangetje je haar gaat doen. En daar producten voor, die vond ik heel erg fijn. En dit keer testte ik de producten voor krullen. Ik vind krullen fantastisch. Laat ik dat voor opstellen. Ik vind het bij bepaalde gelegenheden hartstikke leuk om krullen te maken. Maar het is bij mij best wel veel werk, want ik heb heel veel haar. Ik heb heel dik haar. Het groeit ook nog eens heel dik op elkaar. Ik heb niet het allerhandigste haartype wat je kunt hebben. Maar goed, ik wilde heel graag krullen gaan maken. Het waren de feestdagen. Ik dacht ja. Nou, ik gebruik zelf een krultang van Zenner. Ik weet ook niet of dit de beste krultang is die er is. Misschien zou ik eens moeten gaan investeren in een wat duurdere krultang die ook echt geschikt is voor dik haar, lang haar, vice versa. Maar ja, ik wilde toch wel, omdat Zenner eigenlijk over het algemeen best wel te boek staat als een goed merk, heb ik het dus met die krultang gedaan. Ik begin met de styling primer. Ik heb deze styling primer dus gebruikt. Er zit een pompje op. Hij ruikt super lekker. Maar hij heeft wel een hele dikke structuur. Dus als je deze aanbrengt, dan blijft je haar best wel lang nog vochtig. En ben je eigenlijk bijna verplicht om je haar droog te feunen. Dit noemen ze dan ook de prep. De innovatieve formule die met verzorgende lichte olie biedt hittebescherming tot 220 graden. Breng aan op vochtig haar. Nou ja, dan moet je het eigenlijk gaan droogfeunen, want je kan vochtig haar natuurlijk niet gaan krullen. Ik heb dit aangebracht. Nou, rook hartstikke lekker. Helemaal fijn. Dus mijn haar was beschermd voor een goede hete steltang. Nou, dan ga ik mijn haar krullen, maar zoals ik dus al vertelde, mijn haar dat is gewoon heel moeilijk om te krullen, omdat het dik is, veel is. Dus ik krijg niet de perfecte krullen. De perfecte krullen krijg ik wel met van die papillotten of van die rollers, zeg maar. Maar daar moet je vaak mee slapen en dat ligt gewoon niet fantastisch. Dus die heb ik als eerste gebruikt. Nou, toen had ik de krullen gemaakt. Het was al niet heel erg veel. Het ging niet van een leien dakje, maar ik had wat krul. Toen ging ik het eigenlijk vormgeven met de Curl Plumping Mousse. En dat is dan deze. Heeft ook gewoon een hele fijne opening waar de mousse uitkomt. Deze mousse die... beschermt je haar dan ook weer en houdt je krul eigenlijk op zijn plek. Dat is wat hij doet. Natuurlijk golvend haar staat hier. Dus die ging ik aanbrengen. Ook deze rook fantastisch. Nou, en uiteindelijk heb ik het nog met een finish gedaan. Je hebt ook, dit is vorm en finish. Door deze vormingsspray erin te sprayen, dat is deze. Dit droogt je haar niet uit en eigenlijk in combinatie met al deze producten zou je krullen gewoon heel erg lang moeten blijven zitten. Hij heeft ook best wel een fijne sprayer, zeg maar, dus dat was allemaal prima. Nou ja, ik ben de deur uit gegaan, het was kerst, ik ging op bezoek en volgens mij heeft het echt... nog geen anderhalf uur gezeten, want mijn haar was uitgezakt. Alle krullen waren weg.
Nogmaals, ik weet dus niet of dat dit gewoon te maken heeft met mijn haartype of met de krultang die ik heb gebruikt. Maar ik had best wel goede hoop dat deze producten bij elkaar mijn haar toch wat langer zouden houden qua krul. En dat is niet gebeurd, want zelfs met gebruik van deze producten was het gewoon heel snel uitgezakt. Voor mij was dit dus geen fantastische combinatie van producten. Misschien als ik ooit eens een andere krultang zou hebben, ik zou het weer proberen dat het wel werkt. Maar voor nu heeft het voor mij niks gedaan en was ik eigenlijk heel erg teleurgesteld in deze producten. Ja, dat was heel erg jammer, maar ja, voor mensen met dik haar en een beetje het haartype wat ik heb, zou ik ze niet heel snel aanraden. Misschien heb jij nog een aanrader van een goede krultang die wel werkt met het type haar wat ik heb, laat het dan zeker even weten. Maar voor nu waren deze producten het voor mij in ieder geval niet. Dan gaan we even draaien. Oh ja, dan heb ik een mascara. Ik heb hier de Max Drama Volume en Length Mascara van Kruidvat. Dit is een waterproof variant. En dit is de 020 Ultra Black. En deze mascara die belooft volume en lengte. Nou, dat is altijd leuk. Het is ook een blauwe huls, vind ik altijd passen bij waterproof. Het borsteltje, ja, was eigenlijk ook fijn, want dit is een borsteltje waar ik heel erg van hou. Ik hou niet van plastic borsteltjes, maar dit soort borsteltjes vind ik geweldig. Maar ik ging de mascara aanbrengen en je zag zwarte wimpers en dat was het. Geen volume, geen lengte. Ja, en dan is het voor mij al gauw dat ik denk van dit is een hele grote mislukking. Kijk, dat waterproof is een leuke toevoeging. Het hoeft voor mij niet per se, maar het was prima. Maar vooral omdat hij eigenlijk geen lengte gaf en de volume was ook niet te zien. Nee, vond ik dit zeker geen fijne mascara. Daar hadden ze wat meer mee mogen doen bij het kruid, wat vind ik. Want ik vind dit absoluut geen aanrader. Dan heb ik van de MUA een Shimmer Silk. En dat is deze. En dit is een Bright Spark. Het is een cream to powder finished that transform your complexion with a rose gold luster. Build a look to create a subtle shimmer to all out of glow. Nou, het ziet er allemaal leuk uit, maar het is ook best wel een beetje een lichte bolling heeft dit product. Dat zie je ook. Dan ga ik hem swatchen, want eigenlijk zo in de verpakking zie je best wel mooi die gouden shimmer er doorheen. Maar kijk, dan breng ik hem aan en dit is dan het resultaat. En dan denk ik van, het ziet er zo mooi uit in die verpakking. Maar dit is zo minimaal. Je ziet het gewoon amper. Hier moet je zoveel lagen van gaan aanbrengen. Wil je het gaan zien? Ja, dat vind ik dan gewoon niet meer natuurlijk eruit zien als je heel veel lagen moet aanbrengen. Dat heeft mij heel erg teleurgesteld. Want het zag er echt super mooi uit. En ik had er echt wel een soort van goede hoop op. Ik zou hem ook eerder een beetje als blush gebruiken. Omdat ik het een blushkleur vind. Maar ja, ik vind gewoon het pigment gewoon niet geweldig. Ik vind het veel te licht. Had veel meer mogen shimmen, vind ik. Nee, zeker geen aanraden. Deze Shimmer Silk van MUA. Dan heb ik een mascara, een waterproof mascara van Soda. Die zit altijd in een doosje. Ik ben een beetje alle soda producten op een gegeven moment gaan testen, want het was niet meer verkrijgbaar. Dit is de 01 Black Curl. Nou, het is altijd al een beetje spannend, want hoe ziet het hulsje eruit? Want dat kun je niet zien op de verpakking. Maar dit is hem. De Hashtag Lash Lover Waterproof Mascara. Ik vind dat hulsje wel heel leuk. Die witte tekst, dan heb je hier zeg maar een schelpje, soda staat erop, weer dat blauwe, waterproof, ziet er leuk uit. Borsteltje, dikke prima, hou ik van, maar het gaf gewoon heel niks, het deed niks, ja, mijn wimpers werden zwart.
En dat was het. En omdat hier toch bij staat dat hij krul belooft, ja, dan wil ik ook krul zien. Het deed gewoon niks. Ja, zwart. Maar ik wil gewoon meer resultaat bij je mascara. En als je toch aangeeft dat die krul moet geven en je doet het niet, ja, dan ben je voor mij al heel snel niet een favoriet product. Dus ondanks de verpakking dat hij er super leuk uitziet, vond ik deze ook helemaal niks. Het kan gewoon echt beter. Dan denk ik van, ja, weet je, breng dan gewoon een mascara uit die gewoon echt goed is. En dan maar geen waterproof variant. Maar doe dan in ieder geval mascara die echt wel belooft wat hij doet. En dat doet deze niet. Dus ja, het is heel jammer. Maar ik kan er niks anders van maken. Dan heb ik twee producten uit de trend editie van Essence. De Christmas Wishes Candy Kisses. Ik heb hier allereerst een highlighter. Hij ziet er heel erg leuk uit. Die gouden tekst vind ik heel erg leuk. Ik zal zo de binnenkant laten zien. Die ziet er ook heel erg leuk uit. Hij heeft de naam 01 Warm and Tasty. En de binnenkant, ja, die vond ik fantastisch. Want er staan hele kleine gingerbreads in. En een hartje. Hij ruikt ook heel erg lekker. Echt fantastisch. Maar dan gaan we zwartje. Dan is dit het resultaat. Je ziet hem bijna niet. Zo licht is... ik heb hem hier aangebracht. Maar je ziet hem gewoon veel te licht. Opbouwen werkte ook niet. Want ik heb echt meerdere lagen geprobeerd. Maar het bleef hartstikke subtiel. En een highlighter mag er voor mij uitspringen. Het is al een wat warmere highlighter. Omdat hij eigenlijk een beetje een gouden ondertoon heeft. Vind ik hartstikke leuk. Maar het pigment was gewoon ver te zoeken. En dat vind ik best wel jammer, want over het algemeen zijn de highlighters van Essence ook in die trendedities best wel goed. Maar deze viel gewoon zwaar tegen. En nou, hier had ik veel meer van verwacht. Laat ik dat voorop stellen. Het volgende product uit die collectie, dat is deze nagellak. Het is een Scented Nail Polish in de kleur 01 Sugarcoated. Het is een lichtroze kleurtje. En dit is het applicatortje. Op zich prima. Hij ruikt heel lekker. Heeft een heel lekker geurtje. Want ja, hij ruikt ook een beetje zoet. Het is echt een beetje een snoepgeurtje. Maar deze kleur die kwam echt heel slecht tot zijn recht. Ik heb hier een witte basecoat onder gebruikt. Toen werd het nog wel wat. Maar je kon het, hij was nog lichter dan dit kleurtje. Nou, deze is al vrij licht die ik op heb. Hij was nog lichter. Ik vond dit niet echt bij een kerstcollectie passen. Want ze hebben dan ook een rode variant uitgebracht. Die heb je in mijn favoriete video kunnen zien. Mocht je die bekeken hebben. Die vond ik op zich wel fijn. Maar ook de nagellak chipt super snel. Dat ben ik gewend. Maar dit was eigenlijk vooral puur het pigmentatiegedeelte in deze nagellak die veel te licht was. Dus dat vond ik echt heel teleurstellend. Dus ja, dan denk ik van doe lekker een fel kleurtje. Ik vind roze... Vind ik ook niet heel erg bij kerstpas. Ik had het denk ik leuker gevonden als ze een gouden variant hadden gedaan. Dan heb ik van Lottie een Frugal Tint. Lottie Londen. En dat zit in dit doosje. En dit is zo'n product. Hier kun je dus sproetjes mee zetten. Dat je gewoon zeg maar gewoon hier zo wat stipjes aanbrengt. En dan een beetje sproetjes kunt maken. Je kunt eigenlijk wat meer accent toevoegen aan je gezicht. Ik heb hem zelfs als blush gebruikt. Nou, het was veel te heftig. Het was ook geen succes. Hij heeft ook een heel smal kwastje. Dus je kunt hier inderdaad heel makkelijk sproetjes mee zetten. Ik zal er eens een paar maken. Maar je moet zo voorzichtig zijn. Want kijk, dit is dan het resultaat van sproetjes. Ik vind ze ook vrij donker, want het is een beetje roosachtig. Ik zal er eens een streep naast zetten. Kijk, bruin, roodbruinachtig. Een beetje roestbruin. Maar het kwastje is eigenlijk niet smal genoeg. Want je kunt het eigenlijk wel zien. Ik heb best wel grove sproetjes. Nou, zulke grove sproetjes heb ik nog nooit bij iemand gezien. Ja, dit is eigenlijk gewoon een product wat ik zelf ook niet snel zou gebruiken. Ik had er iets anders van verwacht dan dat uiteindelijk de bedoeling was.
Ik dacht, misschien kun je hem ook gewoon gebruiken dus als blush. Maar daar is hij gewoon eigenlijk niet mooi genoeg voor. Ja, en sprotjes zou ik bij mezelf niet snel maken. Want die heb je of die heb je niet. Ja, als je het heel leuk vindt om te doen, kan het natuurlijk prima zijn. Kan natuurlijk wel heel goed zijn voor carnaval of zo. Stel je voor je wil verkleed gaan als Pippi Langkous. Je had hartstikke veel sprotjes. Kan het heel leuk zijn. Maar ik vind het kwastje daarvoor gewoon te dik. Dus dit was eigenlijk gewoon een soort van ja, miskoopje. En ook in gebruik gewoon totaal niet wat ik had verwacht. Dus het is jammer, maar ja, helaas. Dan heb ik een cream lip kit van Miki. En deze heb ik bij de Action gekocht. Het is een vrij groot doosje. En hier zitten drie lipglosskleuren in. Een lippencil, een lipbrush en een lipstick. Allemaal in het rood. In de binnenkant zit een tutorial en dan zijn dit de producten. Nou, dan heb je hier de lipglossjes. Die echt van hele slechte kwaliteit waren. Het enige wat ik eigenlijk wel fijn vond was de lipliner. Want die ziet er gewoon zo uit. Het is een heel basic liplinertje die je ook zelf moet slijpen. Het is niet mijn favoriet, want ik vind de punt vaak te hard. Ik merk het al gelijk. De kleur vind ik perfect. Alleen het aanbrengen deed gewoon heel veel pijn. Want ik had daarna gewoon echt gewoon heel veel pijn aan mijn lippen. Omdat ik best wel hard moest drukken om de kleur een beetje tot zijn recht te laten komen. Toen dacht ik, auw, dat voelt niet fijn. Nou, de lipstick zit ook eigenlijk in een vrij basic, cheap verpakking. Op zich niks mis mee, want het hele kitje is niet zo duur. Dit is de kleur. Ik zal hem iets omhoog draaien. Op zich prima. Kijk, je ziet ook dat hij echt wel redelijk mooi matcht. Ik vind het meer roze dan roodachtig. Ik vind het niet echt heel erg diep rood. Heeft wel meer mijn voorkeur. Maar die lipglossjes die vond ik gewoon vreselijk. Voelde gewoon niet echt lekker aan. Ik zal het dus eventjes swatchen. Ik vind de structuur niet echt heel erg fijn. Oh ja, ik ga het even op mijn arm doen. Kijk, dit zijn dan die lipglossjes. Deze kleur vind ik nog wel leuk, maar deze twee vind ik te licht. Het kitje heeft gewoon niet de beste kwaliteit. Ik ben zelf al niet zo'n heel groot fan van lipglossjes die eigenlijk zo in een verpakking zitten. Want ik heb lipgloss toch het liefste in een tube, want je kunt het wat beter opbouwen. Je gaat hiermee lekker in met je kwastje erin. En ja, tenslotte krijg je dat kwastje nog amper schoon. Dus ja, omdat het eigenlijk wel echt een beetje een rode verpakking had en het eigenlijk echt een beetje rode lippen beloofde, is het me een klein beetje tegengevallen omdat ik de liplijnen te hard vond. De lipstick meer naar roze vond neigen dan naar rood en de lipglossjes waren mijn ding niet. Ja, en dan moet je gewoon zeggen van nou, dit gaat hem gewoon niet worden. Het is leuk bedacht, maar het Cream Lip Kit paletten was het voor mij gewoon niet. Dan heb ik nog een oogschaduwpaletten. En dit is het Night Like This Smoky Eyeshadow paletten van het Kruidvat. Dat is deze. Heet de naam 020 Endless Smoke. Op zich ziet de verpakking er leuk uit. Maar de kleurtjes vind ik nog niet eens echt heel smoky-achtig. Ik vond het pigment van de kleuren heel slecht. Ik vond het ook heel slecht inblendbaar. Ik heb ook de variant getest met de nude kleur. Die vond ik echt fantastisch. Maar dat smoky paletten vond ik het gewoon niet echt waard. Ik zal eens even een paar kleurtjes voor je oppakken. Zodat je een beetje kan zien wat het pigment is. Dit is de pigmentatie. Op zich zou je denken, ziet er nog wel goed uit. Maar ik moest het heel erg opbouwen. Ik verwacht bij smoky ogen toch wat andere kleuren, denk ik, dan wat ik nu heb gekregen. Ik verwacht altijd wat meer grijs, wat meer zwart. En op zich is er niks mis met deze smoky kleuren, want je kunt ook een beetje een bruine smoky eye maken. Maar het pigment en gewoon het inblenden van deze kleuren werd gewoon echt drama. Waardoor je eigenlijk gewoon geen echt mooie ooglook kon creëren.
Dus deze zou ik je zeker niet aanraden, maar de nude variant dan weer wel. Dan heb ik nog een product van Essence. En dit is de My Skin Perfector. Dit is een getinte primer. Ik heb hem in 10 Light Beige. Dat is deze. Het is een instant blur effect en een naturel matte finish. Nou, dat ziet er heel erg leuk uit. Heeft ook eigenlijk een prima opening. Want dit is de opening. En dan ga je hem zwartje. Zodat het uitkomt. Ik vind de kwaliteit. Kijk, de structuur die eruit komt is niet fijn. Want dit komt eruit. En dan is dit de kleur. Op zich ziet het er prima uit. Maar ik vond het zo moeilijk om in mijn huid te blenden. Gewoon echt de structuur. Het was heel moeilijk. Het is een getinte primer. Dus in feite zou je denken eigenlijk als je dit aanbrengt zou je niet echt meer foundation nodig hebben. Maar hij dekt gewoon geen plekken. Je ziet daarna echt nog best wel veel rode plekken er doorheen. Oneffenheden worden niet gedekt. Dat mag ik ook niet verwachten, denk ik. Want een foundation of een primer heeft natuurlijk wel een hele andere structuur en kwaliteit. Maar omdat dit wel echt een getinte primer was, had ik ergens gehoopt dat ik daarna geen foundation meer nodig had. Dat had ik dan wel. En dan denk ik, ja, dan vind ik eigenlijk een getinte primer eigenlijk een beetje onzin. Want dan kan ik beter gewoon een transparante primer gebruiken. Daarna daar mijn foundation overheen gooien. Omdat ik gewoon twee keer kleur op mijn gezicht aanbreng. Dus nee, voor mij was dit absoluut geen succes. Ik had het heel fijn gevonden als het wel had gewerkt. Want dit was natuurlijk ook fantastisch geweest voor de zomermaanden. Als het warm is, dat je toch een beetje kleur op je gezicht hebt. Maar niet zo'n hele dikke laag van foundation wat je verstikt. Maar nee, de uitvoering is het voor mij in ieder geval niet. Dan ben ik toe aan het laatste product. En dit is een oogschaduwpalette van Catrice. Dit is de Dry Rose Collection eyeshadow palette. En dat is deze. Dit is de 010 Rose All Day met op de achterkant een tutorial. Maar ja, weer dat pigment. Want dit is het palette. Het ziet er leuk uit. Maar die pigmentatie is zo gigantisch slecht. En ik was echt teleurgesteld. Want ik heb al veel van dit soort paletten geprobeerd. En over het algemeen vond ik ze allemaal hartstikke fijn. Maar deze, nee, het is gewoon drama. Ik ga een paar kleuren voor je oppakken. Dit is het. Dit is de pigmentatie van dit palette. Nou, dan heb ik nog de vrij donkere kleuren gepakt. Moet je nagaan. Zelfs het opbouwen werkte gewoon niet, want ik kon er laag voor laag opbrengen. Maar ja, je moet gaan blenden, want je wil die overloop niet en je blendt het gewoon allemaal weg. Ik was echt heel teleurgesteld in dit paletten, want net wat ik net zeg, ik heb al zoveel van deze paletten geprobeerd en over het algemeen vind ik ze fantastisch. En dit paletten viel gewoon totaal in het niet. Zou ik je ook zeker niet aanraden, want ja, de kleuren zijn leuk, maar ik heb gewoon betere paletten geprobeerd die met zo'n rose kleur. En deze kwaliteit, die was gewoon zo ontiegelijk slecht. Heel teleurstellend. Nou, dan waren ze dit alweer, de veelproducten van november en december. Nu ik ernaar kijk, valt het eigenlijk allemaal nog wel mee. Het lijkt misschien heel veel omdat dit een uberklein mandje is. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat jij misschien deze producten hebt getest en of jouw mening totaal anders is. Dat je misschien van plan was om producten te testen, maar dat je nu zegt van nee, zou ik niet gaan doen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je alsnog benieuwd bent naar de producten nadat je deze video hebt gezien. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Of je toch naar aanleiding van mijn bevindingen toch zou zeggen van nou, ik zou het toch wel willen proberen. Want het is natuurlijk mijn persoonlijke mening en die kan voor iedereen anders zijn. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik hoop in ieder geval dat ik misschien mensen voor een miskoop kan behoeden. Of ja, je moet gewoon heel nieuwsgierig zijn en het toch willen proberen. Deze twee producten die zijn niet meer te koop, dat weet ik. Dit was een trendeditie, die is volgens mij nu niet meer verkrijgbaar. Of ze moeten nog een van die uitverkoopbakken liggen. Het Nikki palette twijfel ik een beetje over of die nog verkrijgbaar is. Kan ik ook niet checken, want Action is dicht. Ja.
Ik wil je voor nu in ieder geval toch heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan erop dat rondje met mijn gezicht te drukken die bovenaan staat. Of op mijn kanaal zelf, daar kun je op de rode button drukken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je de melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. Mocht je deze video nou leuk gevonden hebben, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je gewoon bij je volgende video weer te zien. Doeg!